Kom mee, dan gaan we het opdoen. Goede manier. Er zit niks meer in. Mama en Nelly is nog tijd maken. Oh, en hier heb je al die vormpjes. Dus... Ach, gek. Ik heb één oog dicht, dus ik zie niks. Wat? Ik krijg er een beetje honger van. Spaan. Heb je honger ervan gekregen? Ja. En dan moet je eruit doen aan. No. Oh ja, kijk. Wat een curry. TV. Ik ben Haley. Ik ben Helen. Vandaag gaan we Play-Doh Kitchen doen. Ja. Nou, deze is dus, ja, Play-Doh Kitchen Creations. Eigenlijk is het een soort van snoepfabriek waar je chocola en gummiberen kan maken. Het is heel leuk. Ik zie ook allemaal gekke apparaatjes en zo. We hebben al eerder dat Tosti-apparaatje gedaan. Maar nu gaan we deze doen. Oh, hier is die open ook. Oké. Okay. Wow, oké. Okay. We moeten het in elkaar zetten. Ja. Kom, Helen. We gaan het op doen. Goed. Er zit niks meer in. Nou, ik heb dus ook. Oké, we gaan even alles. Zo. Oh ja, ja, dat moet wel. Ja, dat lijkt me ook wel sterk. Oké, ik denk. Die moet daar. Ja, die deed wel dit is. Kijk, ja, dit is wel de voorkant. Dus ik denk dat hij hier iets. Ja. Ja! Nee. Wij weten gewoon hoe we het moeten maken. Nou, dat is nog eens fijn. Nou, hier hebben we klei. Oké. Okay. Oh, kom, kat in beeld. Oh kijk, hier hebben we dus allemaal bakjes waar de snoepjes in kunnen en die zijn zo schattig. Haley? Oh Haley, kijk, hier kunnen de snoepjes in. Oh, ik vind, oh wauw. Oké, dus je hebt een grote roze, je hebt een medium green en je hebt een kleine blue. Ja, misschien moeten we even in het boekje kijken hoe het in elkaar moet, joh. Kijk, je hebt drie verschillende groottes. Dus de kleine blauwe voor een beetje. De gemiddelde groen is voor, oké, ik wil wat meer. Maar als je heel veel wil, dan moet je de grote roze nemen. Haley? Ah, ik begrijp het nu. Nou, Helen heeft hem weer op elkaar gezet. En dan gaan we nu kijken hoe die werkt en wat we allemaal doen. Nou, we hebben natuurlijk een tutorial mama gekeken. Mama en Nelly is nog tijd maken. Oh, en hier heb je al die vormpjes. Dus, ach, gekkie. Hier heb je al die vormpjes. En als je er dan iets in duwt, dan kan je het dus een beetje maken. Zoals hier heb je een konijntje. Dan kun je dus een chocoladepaashaas maken bijvoorbeeld. Kijk. Ja, en hier heb je ook de hele achterkant gewoon. Al die allemaal vormpjes. Ja. Het ziet er wel heel leuk uit. Oké. Okay. Heel schattig. Ik moet deze proberen, want dat kon je met twee kleuren. Kon je iets heel grappigs doen, schattig. Dan moeten we een beetje zo. En dan kun jij dat doen. Dan kan ik. Oh, deze is mooi. Dat is een mooie kleur. Mm-hmm. Oké, en hier, dan moet je dus aan draaien. Dan komt er dus een gummibeertje of een chocolaatje uit. Ik ga een gummibeertje maken. En hier kan je dus kleuren mee mengen. Welke kleuren ga je mengen? Ik ga een gummibeertje maken, oké? Ah, oh ja, wow. Kijk! Heb je gummy? Oh! Oké, de gummibeers gaan in een kleine bakje. Ja, oké. Okay. En vroeger was groene kleur die geeft mee. Kijk waar die gummibeers moeten doen hier. En je moet een beetje zo'n lang ding voor maken. Vroeger was groen de kleur die ik het meest haatte. En nu is groen de kleur waar ik heel veel van hou. En nu hou je ervan. Kijk nou, wat schattig. Wil je er eentje van dichtbij filmen? Deze is dan heel goed gelukt. Is die goed gelukt? Oh, wacht. Dan moet ik even scherp doen. Nou, je hebt gewoon een eigen gummibeer gemaakt. Ja. Dat is wel heel snel. Makkelijk. Chocolade. Oké, dan ga ik wel. Mag ik hem doen? Ja, probeer maar. Kijk maar of je dan zo'n... Gummy, chocola. Oh, wauw, dat gaat makkelijk. Wil je chocola? Oh, lekker. Je moet niet opeten, hè? Maar ja, het is de bedoeling dat je er zo'n lang ding eruit krijgt. En dat hij dan gevuld is met rood, maar dat lukt niet echt. En dan krijg je gummybeertjes. Oh! Oh, wow, ik heb multicolored gummyberen gemaakt. Kijk. Oh, je multicolored. Hier. Dit is een multicolored. Dit is goed. Je zit met je haar in kruik klei. Oh, sorry. Kijk, hier heb ik er ook heel veel. Oh, nou, ik zie er ook in. Ja. Dit is het gummybeerautomaat. Oh, daar kun je ze in bewaren. Oké, dus je hebt chocola, gummybeer. Kijk, ik ga bruine gummybeers maken. Chocolade. Gummybeer. Chocolade gummy. Oh. Oh. Blue. Oh, goed. Oh, blauw. Kijk, net zoals bij van die kinderfilmpjes. Blue. Oh, er komt nu nog. Nee, je moet een soort van lange ding maken in plaats van een rondje. Ik had een rondje gepakt en dan gooi ik hem weer. Oh ja, oh kijk, hier komen ze. Oh ja, kijk hoeveel. Een bruine. Er komen nog meer gummybeeren.
Nou, we maken het zo vol. Het werkt echt heel goed. Het is echt... Ja, die werkt wel goed. Met deze hebben we een klein beetje ruzie. Kun je ze gebruiken? Ja. Oh. Die hadden ze eruit halen meteen. Oh, wat zit er? Oh. Dan valt het naar beneden. Dat is een soort van opslagplek. Oké, en hier heb je dus... Hier kan je eventueel nog een soort van Oreo-achtig koekje maken. Een slangetje, een hartje, een aardbeitje. Misschien moet je proberen een aardbeitje te maken of zo. Dan pak je rood en een beetje groen. En dan met elkaar mixen. En dan kan je bijvoorbeeld... Hier. Zo, en je hebt hier ook nog zo een cake dingetje. Ja, want ik ben ik heb chocolaatjes gemaakt. Kijk hoe goed deze zijn. Ja, precies zo, ja. En dan heb je denk ik het mesje of zo, waar je het eruit kan halen. Eerst moet ik het groene doen. Ik krijg er een beetje honger van. Heb je honger ervan gekregen? Ja, de Play-Doh kan je niet opeten, hè? Kijk, ik heb hier eentje gemaakt. Ja. Ga ik nog hier even oranje. Heb ik er twee. En dan zo. Ja! Is het gelukt? Kijk, hè? Oh, cute. Kijk. En dan moet je eigenlijk zo'n cakeje van Heden hebben. En dan doe je daar het aardbeitje op. Ja, zullen we taartjes maken? Oh, gaat dat goed, schat? Ja, oh ja. En dan, hoppa. Zo, eruit meppen. Zo. Beetje duwen. Ja, zo ja. Kijk. Hatsa. Goed bezig. Dan kan je ook nog chocoladecakejes maken. Ik ga iets heel goed. Ik doe een chocolade. En een aardbeitje. Lekker. Je zou het zo eigenlijk willen opeten, zo ziet het lekker ziet het eruit. Ja, maar ja, kan natuurlijk niet. Kijk, mijne. Ja. En een gummybeer. Ja, dat is de aardbei. Oh, is een aardbei. Eens proberen? Kijk, tadaa. Nou, Play-Doh's leuk. Heel leuk. Kijk, dan kunnen er klanten komen, pakken de cupcake. Ik wilde eigenlijk echt niet. Nee. Was het één keer en dan moet je hem eruit duwen. Vliegend cakeje. Ik ga iets maken wat jullie niet mogen zien. Oh. Het is heel grappig. Oh jee. Dit groene wordt chocola. Oh, je hebt groene chocola. Gras chocola. Jullie, mag ik deze? Tuurlijk. Zo, ik mag even wat rustiger. Ga je nog meer maken? Oké, laat zien. Kijk, hier ga je draaien. En dan vallen onderin. Ja, zit goed. Ja, dan gaan kijk, dan worden ze geboren. Allemaal gummibeertjes. Dit is de allerduurste. Ja, wat kost het? Jij moet het. Hij is 50 euro. 50 euro voor een snoepie? Maar wat kun je hier dan in doen? Hier moet je ze gewoon in bewaren of zo. Ja, dan kun je ze in doen. Dan kun je zo. Woe. Ik heb een hele speciale gemaakt. Oké, en dan heb je hier. Dit is harbeer. Harbeer? Ja, harbeer. Ik heb deze even nodig. Je hebt ook nog een snoepschep. Wat moet je daarmee doen? Kan de kattenbak mee doen? Kun je snoep mee doen? Kattenbak mee leeg scheppen. Of snoep scheppen. Dus als je hier dan snoep hebt, zo, ja, dan kun je het hier zo eruit halen. Grappig. Oh, kijk, ik heb een cupcake. Ja, dat is leuk. Die zijn wat makkelijker om te maken. Die is een beetje lastig. Ja, die ga ik even proberen. Ja, probeer jij hem even. Misschien lukt het jou wel. Ja? Kijk, let op, mama. Ja. Dan kun je dit doen. Oh, ja, dat is het idee. Ja. Oh. Dan ga je een mesje gebruiken, want dat moet je echt altijd gebruiken bij dit soort apparaten. Wat heb je gemaakt? Konijntje. Ah, ze doen een konijnen. Ja, hier heb je een konijntje die je kunt hebben. Waar zo? Hier. Oh, kijk, hier aan de onderkant heb je ook nog allemaal vormpjes. Zoals een pretzel. Oh, mevrouw, uw bestelling is klaar. Oh, kijk eens aan. Gummibeertjes met aardbei. En zou je ook zo'n soort van Oreo koekje willen maken? Oreo koekje. Welke kleur wilt u? Nou, ik denk dat dat het dan wel leuk is als de buitenkant bruin is. En dan de binnenkant misschien blauw of groen of zo. Oké, Heli, ik heb een idee hoe we dat gaan doen. Kom. Oh, kijk nou, wat schattig. Heel leuk. Dus het is dan niet alleen snoepjes, maar ook een beetje koekjes. Ja. Koekjes, cakejes, chocola, gummibeertjes. Oh, Heli heeft hem. Oh. Eindelijk al. Ja, nog een keer. Duwen. Duwen. Ja. Ja, en dan afsnijden. Afsnijden. Met een mes. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon hard duwen. En heel veel. Oh, goed zo. Je moet kijken. Heel veel klei. Ja, je moet heel veel erin. Ja, oké. We deden gewoon te weinig klei dus. Hij is kapot. Nee, hij is niet kapot. Ja, je moet hem even doorbuigen. Ik doe hem zo wel goed. Ja, ik doe hem zo wel weer erin. Je moet hem klein doen. Ja.
Oké, okay, ga je nog chocola maken, Heden? Want ik wil je dat? Ja, ik wil ik wel. Ik wil graag chocola. Regenboogchocola? Oh, regenboogchocola. Okay. Dat is de beste. Oké, okay, dus dan moet je gewoon zo'n lange... Ja. Ja, zo? Nou, ja, we zitten niet echt in. Oké, okay, niet zo. En dan komt hij eruit. Pas op, straks zit je vingers erin vast. Kijk nou. Regenboogchocola. Nou, kijk. Je kunt ook regenbooggummi maken. Ja, die is echt super. Kijk nou hoe goed dat gaat. Wat heb jij nou weer gemaakt? Wat? Ik heb één oog dicht, dus ik zie niks. Wat? Okay. Ik heb alles nodig. Zie je deze mooie tartje? Ja. Ga hem opensnijden. Ja. Oh, wauw. Dat is grappig. Ja. Goed de binnenkant. Leuk zeg. Zoals van deze. Nou, vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer. Ja, je mag van deze gummy weer smaken. Ja. Geen nieuw bezig, niet mis je nummer video. Doei!